Wat ben jij nou? Een trolletje. Hallo allemaal! Super leuk dat jullie allemaal gekomen zijn naar de musical. Ze hebben echt een hele week heel hard geoefend om uiteindelijk voor jullie een hele mooie musical neer te zetten. Dus als ze dadelijk allemaal opkomen of ze hebben gedanst, doe even een groot applaus. Gaan we even oefenen. Ja, super leuk. En nog even een paar mededelingen. Dan mag er gefilmd worden, er mogen foto's gemaakt worden. Telefoontjes wel even uit. En ja, verder kunnen we gaan beginnen. Dus heel veel plezier! De winterkou uit Waterbond.
In een groot kasteel in het stadje Arendel woont de koning en koningin met haar twee prachtige dochters, Anna en Elsa. Anna is een Pokémon-meisje dat van spelen houdt en het vliegt de hele dag door het kasteel heen. Elsa daarentegen heeft iets magisch. Zij kan namelijk alles van ijs maken. Anna vindt het natuurlijk helemaal geweldig en wil niks liever dan samen met Elsa spelen. Elsa, Elsa, word wakker! Anna, ga slapen. Het is nog midden in de nacht. Dat gaat niet door al die lichtjes in mijn hoofd. Die maken me wakker en nu wil ik spelen. Ga lekker zelf spelen. Elsa, maak jij voor mij een sneeuwpop? Samen rennen ze naar de grote balzaal en daar tovert Elsa alles van ijs. Ze maakt zelf een sneeuwpop. Anna springt van de ene op de andere ijsberg, maar gaat sneller dan Elsa kan toveren. Bij de laatste sprong is Elsa te laat en raakt Anna met haar magie. Is Anna wel oké? Anna, gaat het? Mama, papa, help! Het komt goed, Anna. Ik ben bij je. Het ging echt per ongeluk. Spijt me, Anna. Anna, gaat het? Ik weet hoe je ons kan helpen. We moeten snel zijn. Zo snel als het kan tegen zin mee en rijdt het paard naar het Trollen in het Bos. De weg die ze afleggen wordt achtervolgd door ijs. Dit heeft niet onopgemerkt. Christophe is de zoon van de ijshandelaar en samen met zijn rendier Sven volgen zij het ijs om te kijken wat er aan de hand is. Majesteit, u bent op tijd naar me toegekomen. In het hart kan ik het niet herstellen, maar in het hoofd wel. Ik haal alle herinneringen die met magie beginnen mee te maken hebben, wist je, maar de leukste hou ik. Ze komt er wel weer bovenop. Dus Anna weet nu niet dat ik kan toveren? Luister goed naar me, Elsa. Jouw krachten zullen sterker en sterker worden. Je moet leren ze te bedwangen. Later, als je groter bent, zal je krachten namelijk de grootste vijand zijn. Geen denken aan, we zullen ervoor zorgen dat dat niet gebeurt. De koning besluit om alle poorten van het kasteel te sluiten, zodat Elsa niet naar buiten kan. Ook wordt ervoor gezorgd dat Elsa niet te veel in de buurt van Anna komt. Anna snapt niet waarom ze Elsa zo weinig ziet en doet van alles aan om bij haar in de buurt te komen. Elsa?
Ze zien weer bij een sneeuwpop maken. Dat voelt zo fijn bekend. Je deuren stinkt al dagenlang. Doe open dan, het is proef wie er niet bent. Wil jij niet met me spelen? Waarom is dat? Of hoor je niet wat ik zeg? Kom dan maken wij een sneeuwpop. Of iets anders dan een sneeuwpop. Laat me met rust, Anna. Zullen vandaag de poort van het kasteel openen. Vele mensen zijn afgereisd naar Arendelle om eindelijk het kasteel de prinses te zien. Prinses Anna, bent u daar? Sorry dat ik u wakker maak. Nee, geeft niet. Ik ben al uren wakker. Anna. Wie is daar? Ik nog steeds. Uw zus wordt gekroond vandaag. U moet opschieten. Gekroond? Mijn zus. Het is Koningsdag. Het is Koningsdag! Ze wordt gekroond vandaag. Het is Koningsdag! De ramen gaan open en kijk die deur. Nu al veel meer kleur. En kijk, we hebben zelfs een feestservies. Te lang was dit een lege hal. In onze balzaal nooit een bal. Eindelijk waait hier de frisse bries. En er komen echte mensen. Dat zijn we wel misschien. Maar wauw, wat heb ik daar naar uitgezien. Zenuwen,
misschien ontmoet ik de ware. En ik schoot die klem rond 7 uur. Sta ik bevallig bij de muur. Het toont me van fijn in oelala. En zo zie ik hem dan staan. Prachtige mens, hij lacht spontaan. Van schrik stop ik mijn mond vol chocola. Maar hij blijft gezellig praten. En hij lacht om wat ik doe. Weer voor de eerste keer. Ze hebben het allebei erg naar hun zin. Maar Elsa geeft aan dat het niet altijd kan. Teleurgesteld loopt ze weg en loopt toevallig weer Prins Hans tegen het lijf aan. Oh Hans, sorry dat ik zo snel weg moest. Maar heb je het hier naar je zin? Ja, en jij? Je ziet er namelijk niet zo vrolijk uit. Elsa en ik waren vroeger heel close, maar op een bepaald moment sloot ze me buiten. En waarom weet ik niet. Maar vandaag is een hele leuke dag. Maar morgen is zoals het was, daar baal ik van. Ik heb ook heel veel broers. En ik ben ook altijd het haatje. Ze pesten me altijd. En ik kan nooit doen wat ik zelf wil. Dat had ik nu ook. Alleen zag Elsa nog nooit. Maar het draaide wel altijd om haar. Oké, het is heel erg gek. Ik bedoel het gek. Heel mijn leven al slaat elke deur dicht voor mij dus. Maar mijn ogen gaan open door jou. Dat weet je, heel mijn leven neemt geen mens mij echt serieus. En misschien is het een feestje, of je doet voor elkaar. Maar bij jou, wat ik zei, ja dit voelt fijn. Dit avontuur met jou, daar vind ik wel aan. Met deuren die open gaan. Liever geen volstuin.
niks zonder dat. We geven elkaar een hapje taart. Dat wil ik niet. Ik zie je nu al als een zusverband, echt waar. Ja! Anna, wie heb je bij je? Ik ben Chris Hans van de Zuidenlanden. Het is me een eer om je te mogen ontmoeten bij je zijn. Elsa, we zullen je graag eens willen vragen. Zeg maar Elsa hoor. En jou, wat is er, Anna? Nou, het klinkt misschien allemaal heel raar, maar ik ken ons nu al een paar uur. Het klinkt heel erg goed. Dus we zijn tot de conclusie gekomen om te gaan trouwen. Ja, trouwen. Trouwen? Ja, we weten nog niet precies wanneer we een grote bruiloft gaan houden. Oh, iedereen mag blijven logeren. Oh, Hans, misschien kun je al je broers hier komen wonen. Hoe meer zin, hoe meer vreugde. Geen denken aan. Je gaat niet trouwen met iemand die je nog net een paar uur kent. Dat vinden we raar en heel bijzonder. Het kan alleen als het ware liefde is. En wat is jij nou van ware liefde? Meerle, jij weet alleen maar hoe je mensen buiten sluit. Nu is het klaar. Er komt geen bruiloft en dit feest is nu ook afgelopen. Wachters, breng iedereen naar buiten en sluit de poorten. Geef terug. Niet voordat jij mij hebt uitgelegd waarom je zo doet. Je sluit me al jaren buiten. Nu heb ik geluk gevonden en dat voor pensioen. Ik zei, geef mijn handschoen terug. En als het je niet bevalt, ga dan weg. Waarom sluit je mij in de hele wereld buiten? Waar ben jij toch zo bang voor? Op dat moment is Elsa de magie niet meer te baas. Er ontstaat een muur van ijs. Iedereen schrikt zijn en weg. Anna heeft iets goed, wordt gezien en voelt zich schuldig. Elsa laat zo hard als het kan weg. Dat is beter voor iedereen. Maar terwijl Elsa wegreed, de koers heel aardig dan. Elsa leert talent, totdat ze een plek heeft gevonden waar ze nooit meer iemand aan gaat vinden. Ze bouwt een ijskasteel waar ze zo gaan wonen, verder van aardig. Anna geeft Hans de lijn over het kasteel en gaat naar Elsa aan. Ik heb daar een bakje neergezet, ik kan wel weer een heel ander bak pakken. De sneeuw valt zacht in het maanlicht van nacht, van een voetstap geen lijn. Dit leven verlaten land is, kwam in mijn koninkrijk. Kwam de storm die in mij woedt, wat gebeurt toen niemand weet. Te veel op mijn best alweer. Laat niemand toe, spreek niemand aan. Wees behoorzaam en ga hier niet vandaan. Voor niets, doe niets, dan wel iets verraad. Dat is nu te laat. Laat het los, laat het gaan. Ja, dan moet. Laat het los. Laat het gaan, laat het gaan.
Nee, Sven, helaas. Ik kreeg geen wortels mee. Maar we hebben wel een slaapplaats. Zijn we beter dan mensen? Sven, het klopt wat je ziet. Ja, mensen bedriegen, ze vechten en liegen. Ze zijn stuk voor stuk slecht, maar jij niet. Oh, bedankt, mannen. Ze ruiken wel frisser dan dieren. Sven, helaas is dat waar. Ik zeg ja, dat kan, behalve jij dan. Die zit Sven, wel trussen dan maar. Slap zacht, droom van een zomer. Nacht. Leuk die weg. Mooi gezongen hoor, maar ik kom eigenlijk zeggen dat ik meega naar de Noordberg. Mevrouw komt even binnen en komt ons vertellen dat ze meegaat naar de Noorderberg. Wat een grap. Maar mevrouw, wij gaan slapen. Dus als je het niet erg vindt... Oh ja, en je hebt geen wortels voor Sven bij je. Zo, dan gaan we nu naar de Noorderberg. Hup, hup, ik heb geen tijd te verliezen. Samen vertrekken ze door de kou naar de Noorderberg. Na een flink discussie over dat jullie kan trouwen met iemand die je pas net een dag kent. En afgevolgd wordt door Hoeven, vervolgt zijn reis. Christophe wordt wel een beetje met Anna... Maar doordat ze een nieuwe steen heeft beloofd, wil haar toch helpen. Hopelijk gaat de rest van de reisje komen. Wow, wat is die mooi! Nooit geweten dat de winter zo mooi kon zijn. Ja, de winter is heel mooi, alleen wel zo wit. Ik bedoel, waarom niet iets meer kleur? Paars, roze of geel misschien? Gele sneeuw? Nee, bah, liever rood. Christophe, wat moeten we hiermee? Ja, ik vind dit heel bijzonder. Hij heeft geen neus, wacht. Wow, dankjewel. Nu ben ik helemaal perfect. Ik heb altijd al een neus willen hebben. Maar laten we eventjes overnieuw beginnen. Hoi, ik ben Olaf en ik hou van warme knuffels. Olaf? Dat is waar ook, Olaf! Oké, en jij bent? Ik ben Anna. Oké, en wie is die oude ezel daar zo? Dat is Sven. Oké, en het rendier? Sven. Oké, allebei Sven. Lekker makkelijk onthouden dus. Olaf, heeft Elsa jou gemaakt? Ja, hoezo? Weet je ook waar Elsa is? Ja, hoezo? Kom maar. Sven, blijf van mijn armen af. Ik probeer te luisteren. Ja, hoezo? Nou, dat zal ik je vertellen. Elsa heeft alles bevroren, maar we willen de zomer terug. Zomer? Oh, ik weet niet wat mama maar heel mijn leven droom. Ik hou van zomer en de zon en lekker warm. Echt waar? Dan heb je vast niet veel ervaring met warmte. Nope. Maar soms, hè? Dat ook mijn ogen dicht en fantaseer ik als het zou zijn als het zomer zou worden. Niet blij, paardenbloempluisjes in de wei. Oh, deze sneeuwbok die wordt toch zo blij van zomer. Een glas
in mijn hand. Een sneeuwworm slip aan het warme zand. Op als de dat mijn neus niet verwarmd is normaal. Hoe fijn is dat een zomerbriesje blaast hagelbuien voort. En ik ben benieuwd naar wat ik op het doen als het warmer wordt. En je vriend, die nog ooit zomaar sneeuwballen naar me gooit. Want ze vinden mij vast koeler dan ooit. Het is zomaar. Want warmte en kou zijn beide perfect en samen vind ik dat een knaleffect. Ik zit elke dag op een zonnig terrasje en oh, in de zomer dan word ik een blije sneeuwpop. En na een dag met heel veel drukte en gehaast, dan helpt het als je in de zon wat zomaar blaast. Oh, de zon. En dan weer die kaal van jullie roer. Een sneeuwpop op de grond. En wat wordt bedoeld met zomer? Ik ga het hem zeggen. Wacht niet. De zomer. Ondertussen neemt Prins Hans de leiding met Arendel, maar heeft er voordat Anna een gevaar is. Hij heeft samen van Willem gemaakt. Maar niet iedereen heeft de goede bedoeling erbij. Terwijl Hans de reddingsjacht inzet, daardoor Anna, Christel, Sven en Jolie het ijs gestil. Hoe denk je Elsa eigenlijk te stoppen? Gewoon even praten, dan komt alles goed. Ja, want van praten wordt iedereen natuurlijk altijd weer vrolijk. Wat? Nou, deze berg is te stijl en ik heb maar één touw. Ik ga eerst en dan ga jij, Anna. Anna, ik ben al onderweg. Jongens, jullie kunnen jullie wel uitsloven voor het publiek en gaan klimmen, maar er is hier ook gewoon een trap. Joh, zeg dat dan eerder. Dat had ik kunnen doen, maar het zag er best spectaculair uit. Kom, we gaan verder. Samen lopen ze via de trap naar het kasteel. Christel geniet van het mooie uit en Anna is een beetje zenuwachtig. Zou Elsa op het bezoek zitten te wachten? Kloppen, Anna. Doe dan. Klop, klop. Doe het nou. Kloppen. Wow, die deur gaat ineens open. Vanzelf. Misschien is het beter als jullie me het eerste minuutje alleen laten. Misschien schrik ik haar af. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elsa, ik ben het, Anna. Ja, Anna. Je ziet er echt mooi uit, Elsa. En het paleis is echt prachtig. Dank je, maar je kunt weer beter gaan. Hoezo? Ik ben er net. Het is het beste als ik hier blijf, alleen. Ik heb nooit geweten wat ik allemaal kan met mijn macht. Ja, nu je het er toch over hebt. 59,60! Ja, ik mag eindelijk naar binnen! Hoi, ik ben Olaf en ik hou van warme knuffels. Olaf, jij leeft? Ja, nou, dat denk ik. Maar jullie kunnen nu weer beter gaan. Nee, alsjeblieft, we waren vroeger zo close. Dat kunnen we toch weer worden? Elsa, wacht. Nee, ik wil je alleen maar beschermen. Je hoeft me niet te beschermen. Ik ben niet bang. Sluit me niet meer buiten, Elsa. Gooi de deur niet dicht. Ik zie anders plotseling in een ander licht. Want voor het eerst na al die jaren begrijp ik jouw verdriet. Voor het eerst na al die jaren zie ik wat jij niet ziet. En we kunnen deze berg samen bedwingen. Bange tijden zijn voor mij. Want voor het eerst na al die jaren sta ik aan je zij. Anna, toe ga naar huis, je leven wacht. Open elke poort, geniet en pluk de dag. Ja, maar... Nee, wacht, je bedoelt het goed. Maar breek met mij, hier ben ik alleen, maar wel alleen en vrij. Dus ga naar huis, naar zomerjaar. Is dat niet waar? Laat ik je dus nog zeggen, man. Vooruit zeg ik mijn naam. Arendel, hier stiep, diep, 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 diep,
Een soort eeuwige winter? Overal? Overal? Dat geeft niet, laat het gewoon gooien. Dat kan ik niet, ik weet niet hoe. Tuurlijk wel, ik weet het zeker. Wat voor het eerst na al die jaren. Ik ben geen vrienden. Die haar zus en haar vrienden wegstuur uit het kasteel. Anna lijkt ongedeerd te zijn. Maar krijgt het al snel kouder en kouder. Anna, je haar wordt wit. Is het lelijk? Nee hoor. Oeh, zijn je twijfelde. Niet waar, maar je hebt wel hulp nodig. Ik weet waar we heen moeten. Oeh, naar de liefdesexperts? Ja, dat is mijn familie. Ik heb je dit vaak gezien doen. Vertrouw me. Liefdesexperts? Voor een liefdesexpert hoef je niet ver te gaan hoor. Er staat hier een recht voor je neus. All you need is love. Olaf, hier hebben we geen tijd voor. Je moet je niet aantrekken van ze, Anna. Ze zijn wat luid en zwaar en kunnen soms een beetje gek doen. Ze lijkt menig. Nou, dit is mijn familie. Hey jongens! Dat zijn stenen. Anna, volgens mij is Sven van Pacho. Oké, plan B. Ik leid hem af en jij leidt hem af. Hey Sven, wat heb jij een leuke familie. Zo'n leuke familie heb ik nog nooit gezien. Anna, waarom vlucht je nu? Vlucht dan. Waarom ben je hier nog? Ik moest maar gaan. Nee, Anna, wacht! Christophe? Heet hij Christophe? Trollen? Het zijn trollen! Oeh, eens even zien. Goede ogen, perfecte neus en goede lippen. Ja jongens, is perfect voor onze Christophe. Nee, het is niet wat jullie denken. Wat is het punt dan, liefje? Waarom ga je niet voor zo'n leuke man? Vind je zijn loopje soms te plomp? Of zijn grapjes iets te lomp? Zijn die rare grote schuiten soms niet vreemd? Want ook al was hij zich best flinky, blijft nog steeds een beetje stinky. Maar je ziet niet waar een jongen die zo zacht en zorgzaam is. Hij heeft misschien wel wat mankementen, hij is altijd een klos. Hij heeft een stap van die schuim hier. Dat rendier. Er zit dadelijk wel een schroefje los. Ook al heeft hij nou appartementen, dat lijkt niet op gedrag. Want we lopen deze knappertje met een beetje liefde op. Kunnen we hier alsjeblieft mee ophouden? We hebben namelijk een echt probleem, oké? Precies! Maar vertel eens hoor. Doet zijn kleinzerigheid ertoe? Of is het een stuttelig gedoe? Of dat hij liever bij een boze vrouw zit? Kan
dus oké. Ook zij heeft dus een klein mankementje. Maakt ervan geen ding. Ze heeft een liefje, maar geen wouter bruggen. Eén kijk eens goed, ik zie ook geen ding. Je bent in de hand geraakt door je zus met ijs. Je leven is in gevaar. Als het in je hoofd zat, had ik het kunnen genezen, maar in je hart kan ik dat niet alleen. Een daad uit ware liefde zal je redden. Echt liefdeskus misschien. Kom, Anna, we brengen je naar Hans. Olaf, kom. Ja, we gaan Hans kussen! Wie is Hans? Ze vangen Elsa en nemen haar mee naar het kasteel in Arendelle. Ze sluiten haar op. Het ziet er niet uit dat Hans de beste bedoeling heeft met de koningin. Papa? Prinses Anna is terug. Red je het wel, Christophe? Maak je niet druk om mij. Zorg goed voor haar. Breng haar naar prins Hans en hou haar goed warm. Hola? Hans, je moet me kussen. Alleen het uit het ware liefde kan me nog redden. Toe, kus me dan. Oh, Alda. Oh, Alda. Was er iemand die van je hield, hè? Maar jij zei dat je van me hield. Tuurlijk zei ik dat. Maar om te weten, ik ben de jongste van ons grote gezin. Dus koning word ik alleen als ik met de koningin trouw. Ik had me kans op Elsa gezet. Maar jij? Jij was zo makkelijk dat ik jou koos. En aangezien Elsa zit opgesloten en jij verandert in een ijsprinses, wordt dit koninkrijk van mij. Hans, laat me alsjeblieft niet alleen. Alsjeblieft. Olaf, help me alsjeblieft, we moeten hier weg. Heb je lekker gekust met Hans? Heb je even iets anders dan gepland? Maar we moeten wel iemand doen die wel van me houdt. Christophe natuurlijk. Ik zag vanaf het begin gelijk al dat jullie een oogje op elkaar hadden. Misschien een beetje. Nou, waar wachten we dan nog op? Op naar liefdeskus 2! Wanneer Anna en Olaf naar buiten lopen om Christophe te zoeken, is Elsa ook niet klaar. Ze is ontsnapt, maar op de achtergrond wacht dat jij het aanwenden. Anna ziet door de sneeuwstorm een schaduw van Christophe en wil naar hem toe. Maar hoort Elsa gevaarlijk. Heel van de koudheid is
ook naar Els toe. Op het moment dat ze Els het aan willen doen, springt Anna voor. Ze heeft haar zus gered, maar ze is nu wel veranderd in een ijsprinses. Anna, nee, wat heb ik gedaan? Oh Anna. Kijk, ze ontdooit. Anna, je leeft. Sorry dat ik je dit allemaal heb aangedaan. Een daad uit ware liefde ontdooit een bevroren hart. Anna sprong voor Elsa. Een daad uit ware liefde. Maar waar blijft die liefdeskus nou? Oh Anna, ik was even bang dat ik je nooit meer zou zien. Het spijt me, Christel. Ik dacht dat Hans de ware liefde was, maar eigenlijk ben jij dat. Nu tijd om de zomer terug te brengen in Arendel. Volgens mij kan ik niet zo goed tegen de zon. Zo, hier heb je je eigen wolkje. Anna, vanaf nu zal ik je niet meer buiten sluiten. Vanaf vandaag gaan de poorten van het kasteel weer open. Yeah! Don't let them in, don't let them in.
aan jullie voorstellen. Want ze waren één voor één en supergoed en superbelangrijk. En had ik supergoed al gezegd? Als tol waren, en ik wil een groot applaus, en als ik jullie naam roep mag je even gaan staan. Lucas, Mia, Lisa, Daisy, Doortje, Lizzie, Joppe en Liz! Hoi, hebben buiten! Oké, dan en de trollen koning was natuurlijk onze Jaden. Ga ik maar even opstaan. En dan een groot applaus voor onze vertellers, Lisa en Mara! En de vader en moeder van Elsa en Anna, Fenne en Jenny! Een super belangrijke taak. Onze Jurre Sven. Onze Sven Jurre. En dan hadden we twee Christophs, een kleine en een grote. En dat waren Dakota en Michelle. En dan natuurlijk de slechterik, maar eigenlijk is ze het echt heel lief. En dan onze kleine Elsa en Anna. Oh, wat waren ze toch schattig. Bo en Vlinder! Onze oh zo grappige Olaf, die nu zelfs zijn eigen wolkje heeft. Michiel! En als laatste natuurlijk de echte Elsa en Anna. Ofwel Marieke en Emma! Maar we hebben natuurlijk allemaal heel mooi decor en een mooie fontein. En die is gemaakt door Bo, Mandy, Marloes, Mirella en nog heel veel meer. Dus ook een applaus voor de mensen die decor hebben gemaakt. Martin en Maren bij de muziek. Allebei sneeuwmachine. En Anouk, Sophie, Dan en Anne-Laure achter de schermen. Super bedankt dat jullie geweest zijn. Over een kwartiertje gaan we denk ik verder met de Dolle Boskant. Dus gaan we nog even lekker wat drinken halen. Oh! Nee, Anne-Laure, even stil zijn. Nee, wacht. Nee, nee, wel. Nee. Dienaar, we hebben Dienaar hebben overgeslagen. Nikki! Maar wij wouden nog even namens iedereen die mee heeft gedaan met de musical jou heel erg bedanken voor het schrijven en het meehelpen. Want zonder jou hadden we het nooit kunnen doen. Dankjewel. Jullie kunnen dadelijk allemaal in de Kids Club nog iets lekkers krijgen van ons. En voor jullie heel veel plezier vanavond met de Dolle Boskant.